Op 25 oktober doet het gerechtshof in Den Haag uitspraak in de zaak Toot. Vandaag was de laatste zittingsdag. Ilonka Toot werd in juli 2008 doodgevonden op de begraafplaats in Vlissingen. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 14 jaar geëist tegen de verdachte, een 55-jarige man uit Vlissingen. Door de rechtbank in Middelburg werd hij eerder veroordeeld tot 12 jaar cel. De man is in hoger beroep gegaan omdat hij zegt niets met de moord te maken te hebben. Er komt volgend jaar geen Zeeuws paviljoen op de Floriade in Venlo. Er is vanuit het bedrijfsleven te weinig belangstelling om een paviljoen op de 10-jaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling te financieren. Wel trekt de provincie bijna 33.000 euro uit om samen met de gemeente Bergen-op-Zoom de mogelijkheid te onderzoeken om de editie van 2022 naar Zuidwest-Nederland te halen. In 2002 was Zeeland wel vertegenwoordigd op de Floriade in Vijfhuizen. In het Medisch Wellnesscentrum Zeeland in Goes hangt sinds vanmorgen de winnende foto van de Pink Ribbon fotowedstrijd. Op de foto van Ineke Schoonheid is te zien hoe haar vriendin wordt behandeld door medisch tatoeëerder Rine Suissa. Ze onderging 3 keer een borstcorrectie door de gevolgen van borstkanker. Pink Ribbon is een organisatie die informatie geeft over borstkanker en activiteiten houdt om borstkanker onder de aandacht te brengen. Vlissingen haalt binnenkort uitgeleende scootmobiels op die 's winters niet worden gebruikt. Zo wil de gemeente geld besparen omdat anders nodeloos in de wintermaanden huur moet worden betaald aan de leveranciers van de scootmobiels. Vlissingen wil bezuinigen omdat de gemeente van het Rijk minder WMO-geld krijgt voor hulpvoorzieningen. Iedereen die zo'n mobiel in bruikleen heeft van de gemeente krijgt een brief over de winterstalling van de voertuigen. In Borselen is alles en iedereen nog steeds in afwachting van het vertrek van het kerntransport naar Frankrijk. Tegenstanders van kernenergie staan klaar om te protesteren tegen het transport. Leden van Greenpeace hebben geprobeerd metingen te verrichten bij de Covra, maar werden tegengehouden door de politie. 21 splijtstofelementen worden per trein naar het Franse Cap de la Hague vervoerd om daar te worden verwerkt. Heeft u tips? Bel ons of mail.